Het Zeven Zondenspel. Dit unieke familiespel is een knipoog naar de zonde en de deugd. Hieronymus Bosch zag het leven als een pelgrimstocht. Een reis vol verleidingen en gevaar. De zeven hoofdzonden staan centraal in zijn werken en ook in dit spel. Je kunt het leven niet leiden zonder zonden te begaan. Hou elkaar goed in de gaten. Smeed bondgenootschappen en speel met lef.